Hallo, ik ga wentelteefjes maken, dus let's go. Allereerst heb je natuurlijk ingrediënten nodig. Hier heb je brood nodig. Dat ga je daar dippen. Twee eitjes heb je nodig. Een beetje kaneel. Melk en een maatdeeg om het af te meten, zeg maar. Olie voor in de pan, dat is wel handig. En een ding om het mee om te draaien. Ik weet eigenlijk niet hoe dit heet. En een kom. Eerst was je je handen natuurlijk. Dan ga je de eitjes kloppen in de soepkombord. Ik gebruik een soepbord, maar ik kan ook gewoon een bakje gebruiken. Maar ik deed het hierin, want dan past het lekker makkelijk hierin. Ja. Dan ga je de kaneel een beetje erbij doen. Ja, bij mij kwam er eerst niks uit. Toen ineens heel veel. Dus ja, dat was een foutje. Dan ga je de melk afmeten. Ik deed 100 ml melk in een maatbeker. En die ging ik toen bij de kaneel en eieren doen. Ik had een beetje te veel. Dank je. Ja. Nou, dan ga je eventjes roeren. Het ziet er niet heel lekker uit. Maar ja, dat komt nog wel. Nou, eventjes een timelapse van hoe ik aan het roeren ben. Dan pak je een boterham. Ga je die in het ding dippen. En zodat die helemaal bedekt is met dat. Dan draai je hem om, ook de andere kant. Dan doe je eventjes het vuur aanzetten. Met een pan erop natuurlijk. Dat is wel handig. Ik krijg het vuur niet aan, maar het komt wel goed. Ja, daar was het. Nou, dan doe je een beetje olie in de pan. Eventjes goed verdelen, dat is wel handig. En dan pak je de boterham die in het soepbord lag. Dan ga je die in de pan leggen. Dat ging bij mij niet heel soepel, want ik probeerde met één hand, maar toen scheurde die. En toen zette ik het neer en toen scheurde die nog meer. Oepsie. Ja, dat kan gebeuren, jongens. Nou ja, hoe soepel. Ja. Heel de grond zat ook onder, maar ja. Hè, dat kan gebeuren. Nou ja, dan leg je het dus in de pan en ga je het eventjes omdraaien. Ja, dat ging ook goed. Ja, even slaan natuurlijk. Nou, dan pak je een andere boterham en die ga je ook eventjes erin dippen. Ja, de andere kant ook natuurlijk. Die leg je ook in de pan erbij. En dan, dan ga je eventjes wachten. Of de andere ga je weer even omdraaien. Het ging niet heel soepel. Ja, dat zie je al aan mijn gezicht. Nou ja, even slaan. Oh ja, nu komt het. Ja. Daar ging de ene helft van mijn boterham over de pan heen. Dat was echt goed. Dan heb je dit een beetje helemaal kapot. Maar dat maakt niet uit. Nou, ja. Dan ga je eventjes de andere ook omdraaien. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dan ziet het er een beetje zo uit. En dan pak je het bord. En dan leg je ze gewoon op het bord. Dat is niet heel moeilijk. Nou ja, wel dit. Ja, daar ging eigenlijk mijn boterham. Wat niet echt meer een boterham te noemen is. Maar joh, dat maakt niet uit. Ja, lekker. Oh, ja, het ziet er trouwens niet heel lekker uit. Maar het was wel lekker.
dan leg je de andere er ook bij. Duimpje. Ja, dan ziet het er zeg maar zo uit. Oh ja. En als het klaar is, dan pak je suiker erbij als je dat lekker vindt. Ik vind dat lekker, dus ja. Ik doe er lekker suiker op. Ja, een beetje veel, maar dat kan niet uit. Dan kan je lekker gaan eten. En ja, dat was mijn tutorial over de wentelteefjes.